Al zittend op het bankje achter Hoeve de Bek, viel het op dat er weinig water in de oude geularm was. Tenminste minder water dan enkele dagen geleden. Dan maar even gaan kijken en, jawel hoor, de pomp was andersom ingesteld. Waardoor het water weer terugliep in de geul, waar het voorheen vandaan kwam. De reden hiervoor was dat de oude geularm nog verder uitgediept moest worden. En zonder water erin was het makkelijker de juiste diepte te bepalen.